De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Daniel wist niet dat ik niet meer voor Martine werkte. Wat deed hij dan? Deed hij een voorstel of zo? Voorstel? Nee. Hij was naar de receptie geweest en hij kwam hier aangeschoten aan. En hoe wist hij dan dat hij voor haar werkte? Jij? Martine heeft een deal met Stenders. Wat voor een deal? Nou, dat als de klanten in de stad overblijven, dat... Oh ja. Martine leverde natuurlijk de meisjes die zorgden dat ze zich niet verveelden. Precies, ja. Nou, ik zal die Daniel eens even vertellen wat veranderd is nu, oké? Okay? Zeg maar dat hij die vergissing niet meer maakt. Peter, hou nou op! Laat nou zitten, we hebben al genoeg problemen. Ja, rustig maar, ik zal geen problemen meer maken. Maak je me geen zorgen, tot zo. Ja, wat doen we dan met eten? Ja, regel zelf maar wat. Ga je naartoe dan? Dat zei ik net, ik ga Daniel zeggen hoe het in elkaar zit, oké? Heet dit een dubbele? Hé. Hey. Ah, daar hebben wij onze boze vriend. Waar is Suzanne? Suzanne is mij opgehouden. Ze is nu mijn vriendin, oké? Okay? Ja. Hoef je mij niet te vertellen? Dat vertel ik je dus wel en ik wil dat je je mond erover houdt. Oh. Jezus jongen, waar heb je het over? Over wat ze vroeger gedaan heeft. Ze werkt al lang niet meer voor Martien en ze wil er niets meer mee te maken hebben. Maar iedereen kent haar. Iedereen kent haar. En iedereen weet waar ze de brood mee verdiende. De slager, de bakker, de kruidenier. Vuilig! Kom op! Uw vuile zatlopen! Ja, ophouden! Ophouden! Ja, echt bezig. Ja. En neem je vriendje maar mee. Hey, wie denk je dat je voor je hebt? Jou? Ja, dacht ik ook. Kom mijn vriend, het rijtuig wacht. Wat u aan gaat. Wij spreken elkaar nog later. Toen ik je om hulp vroeg, bedoelde ik niet je raad. Ik moet weten waar ik een abortus kan laten doen. Je bent er zelf geweest. Ik heb alleen het adres of het telefoonnummer nodig. Ik wil het je wel geven, maar waarom helpt Simon je niet aan iemand? Je kent die klinieken toch wel? Ik wil het juist buiten Simon omdoen. Volgens mij voelt hij zich om de een of andere reden bezwaard omdat we familie zijn. Maar weet je wel zeker dat je het wil? Ik bedoel, sommige vrouwen krijgen achteraf toch spijt of voelen zich schuldig. Daar beslis ik zelf wel over. Als je van tevoren maar goed over nadenkt en over praat, het is niet als een bezoekje aan de tandarts. Het kan me niet schelen. Je moet het alleen doen als je het heel zeker weet. Natuurlijk heb ik er goed over nagedacht. Hé, hey Linda, jij hier. Ja, dat is waar. Ik had mijn avond beter kunnen besteden. Zo heb ik het niet bedoeld, hoor. God, Jezus. Nee, ik was net van plan om weg te gaan. Hier, de telefoonnummer moet je zelf maar opzoeken. Oh, dankjewel, Petra. Ik beloof je dat ik er goed over na zal denken. Was je erg depressief toen je dit schreef? Nee, meneer. Ik kreeg de indruk van wel. Het is net zo pakkend als die deurknop. Het is al laat. Ik geloof dat ik er beter morgenochtend mee verder kan gaan. Wat is er met je, Rien? De afgelopen week is je gebruikelijke enthousiasme ver te zoeken. Inzet 0, kwaliteit min 1. Ik doe toch wel mijn best? Problemen in de liefde? Nee. Ik dacht dat het misschien wat met Linda te maken had, of vergis ik me? Ik weet niet eens of ik nog wel wat met Linda te maken heb.
Ha, daar zijn we. Natuurlijk is je vader zich ermee gaan bemoeien. Ik had al zo'n idee. Mijn vader staat hier helemaal buiten. Ik neem mijn eigen beslissingen. Sinds wanneer is dat? Je hebt nog nooit één beslissing zelf hoeven nemen. En dat zal ook nooit gebeuren, tenzij jij je weet los te maken van je vader. Ik heb hem niet nodig en ik heb niemand nodig. Nou, zo mag ik het horen. Je hebt heel wat in je, Rien. Maar dat werkt alleen als je het op je eigen manier doet. En niet die van een ander. En zeker niet op de manier van je vader. Dat geldt ook voor je privéleven. Ik ben moe. Kan ik naar huis? Oké. Maar vergeet niet wat ik je net verteld heb. Nee, meneer. Tot morgen. Ja.